Heel kwijt. Die Jegeren Dersi is een echte gangster. Een gangster. Hij verkocht forties met de Vlaamse geld aan die Fransen. Aan Sarkozy. Hoeveel heeft hij gekregen voor dat? Hoeveel schurken zijn het? Waarom? Die er achter de tafel zitten. Die hebben wij daar neergezet. En wat doen ze? Ze luisteren niet naar ons. Ja? En wat is er aan de hand? Ze pakken ons sowieso pakweg 5 ton af. Wat ook mijn pensioen was. En dan zitten daar, de heren zitten daar en die zijn mooi weer aan het spelen, de zakken aan het vullen. Dat is het enige wat ze doen. Het is allemaal gedupeerd, allemaal verkocht op voorhand. Het is allemaal verkocht aan de Belgische regering, die zelf heel nauw bij meneer Sarkozy.